Jongens, welkom terug. Dit is even een kleine behind the scene van wat wij eigenlijk normaal gesproken doen voordat we een aflevering starten. Ja, jullie willen iets meer content, maar dit is gewoon sowieso wat erbij komt kijken voordat we een aflevering voor jullie gaan opnemen. Eigenlijk, als ik binnenkom, zet ik altijd de auto eerst op de druppellader. Ik vind de accu wel fijn. Ondanks dat die afgekoppeld is, hou je de accu gewoon lekker sterk zo. Dan loop ik even een rondje en dan geniet ik eigenlijk van alle spullen die ik hier uitgestald heb. Het is allemaal geordend, al lijkt het niet zo voor jullie. Maar we weten precies waar alles staat. Ja, we gaan dus een nieuwe aflevering voor jullie opnemen. Dat we de auto in elkaar gaan zetten. Kijk, ik ga dat ding even uitzetten hoor, want dat ding maakt best wel veel geluid. Ik weet niet of jullie dat horen. Maar het is wel lekker warm nu, hè? Ja, het is een nieuw kacheltje, jongens. We stonden hier eigenlijk met onze jassen aan, eigenlijk als de camera niet aanstond. Ja, je dus, moet jezelf wel lekker makkelijk maken. Ja. We hebben super veel tips gehad over hoe je de bout van de vliegwiel los krijgt. Want zoals jullie in de aflevering van afgelopen week vrijdag zagen jullie eigenlijk een vliegwiel met een bout die eigenlijk helemaal kapot gedraaid was. Nou, ik heb die eigenlijk kunnen losmaken. We hebben wel heel veel tips gehad over hoe we het beste konden doen. We hebben de lasapparaat erbij gepakt. We hebben een moer gezocht, hè, die eigenlijk precies over de bout heen viel. Ja. Dus met een paar kleine tikkies erop, zat hij eigenlijk als een trant. Zat hij eigenlijk gewoon helemaal klem en recht inderdaad. Eigenlijk had ik maar 3 lasmuntjes nodig, hè, om hem los te maken. Ja, dus het zat natuurlijk vast met 70 newton, dus dat valt mee. Yeah. Alleen de loktijd, die maakt hem dus dat zeg maar... aan en uit als een spook. Ik denk dat hij een afkoelfunctie heeft. Ja, dat ding is splinternieuw, ik heb geen idee hoe dat ding werkt, maar ik hoor het klik, niet. Dus ja, nu zien we eigenlijk al gelijk de kering zitten. En we zien ook eigenlijk al dat het gewoon behoorlijk vochtig is hier aan de onderzijde. Het glimt ook best wel erg. Je zag hier ook eerst een straal lopen van olie. Dus de diagnose is correct, denk ik, hè? Die we hebben gesteld. Diagnose is correct, inderdaad. Ja, we hebben ook best wel veel comments gehad over van ja, stelletje sukkels, waarom hebben jullie de kering niet eerder vervangen? Maar nee, je beoordeelt zo'n kering gewoon op staat. En als je hem gewoon zo ziet, dan is hij gewoon helemaal intact. Hij vertoonde geen lekkage. En eigenlijk vervang je de kering met de koppeling samen. Met de koppeling samen. En wij dachten gewoon in de toekomst gelijk al eigenlijk een nieuwe koppeling erin te gaan plaatsen. En dan vervangen we de kering. Dan vervangen we de kering eigenlijk. Maar inderdaad, voor de volgende keer gaan we gewoon inderdaad gewoon gelijk een krukaskering erbij vervangen. Al doen we de koppeling niet gelijk, maar gewoon gelijk de kering erbij in. Wijze les. Daarnaast ben jij even naar de Audi dealer geweest, want je hebt nieuwe onderdelen opgehaald. Ja, dat konden ze zien, hè? Als we op ons Instagram hadden gekeken, als je ons daar volgt. Want daar posten we aardig wat stories. Inderdaad. Dus even kijken, wat heb je allemaal opgehaald? Je hebt echt een heleboel dingen ook binnengekregen uit Engeland, zag ik. Ja. Ja, dus we hebben inderdaad nieuwe vliegwielbouwtjes. Even kijken of ze gelijk zijn aan degene die we binnen hebben. Want nogmaals, hè, mensen, dit zijn dus de artikelnummers van een Lamborghini. En die hebben we vergeleken met die van een Audi. R8. En die komen dus overeen. En dit zijn dus nogmaals de behind the scenes beelden. Dit zijn gewoon dingen die we altijd doen voordat we een aflevering starten. Want je wilt niet iets in je handen hebben en het past niet. Dus we doen het altijd eerst even vergelijken. Dus moet je nagaan hoe lang zo'n aflevering eigenlijk duurt, hè, van tevoren al, om het voor te bereiden. Ja, we zijn echt constant bezig aan het denken en aan het doen. Maar deze is dus helemaal gelijk aan elkaar, dus dat is top. Kijk, we gaan deze nog even vergelijken. Ja, want die van Lamborghini waren dus wel te koop, maar de leeftijd was denk ik 1,5 maand of zo. Ja. Dat komt uit Italië. Ik zie hier wel een klein verschil in. Ja, dat kan wel kloppen, want dit is dus van een Audi. Dit is van een Audi en dit is van een Lambo. De kopjes zijn net iets anders. En het schroefdraad loopt iets door, maar ja, dit moet gewoon werken. We gaan deze bouten vervangen dus omdat we eigenlijk gewoon... we hebben hem al een paar keer echt flink vastgezet met een aantal newton. En we willen gewoon niet dat die bouten gewoon afbreken. En we weten niet hoe vaak je zo'n bout kan hergebruiken. Ja, ik denk dat het eenmalig gebruikt is eigenlijk. Dus als je een koppeling monteert, een nieuw set, krijg je een nieuwe bout erbij. Ja, dat denk ik ook. Wat dus super grappig is. We hebben, hoeveel boutjes hebben we er? 8 plus 9. Dat maakt bij elkaar 17. En het was dus €132, jongens. Voor een aantal boutjes. Ja. En dan hebben we nog niet over de krukaskering die we binnen hebben gehad. Ja. En we hebben inderdaad een krukaskering uit Engeland binnen. En nieuw afdekkappie. Ja, kijk of het sleutelafdekkappie heeft gepast. Ja? Want bij Lamborghini vandaan kan je niet alleen dat sleutelafdekkappie bestellen. Nee, je moet het hele handvat bestellen. Ja. Wat kostte dit ding? €80, dus dat valt mee. Dat viel wel mee. Ja, origineel Lambo product, splinternieuw. Dat is ook een lopende snoer. Dus ja, die moet nog gespoten worden in de juiste kleur. Tuning. Hoe gaat dit los voor ik het breek?
natuurlijk. Oké, okay, dus als je de deurhendel opentrekt, dan schuif je er als het ware onder, als ik het goed begrijp. Hey, 80 euro. Ja, even rustig, vriend. Kijk. Ja, nou, nice toch? Ik heb nog carbonfolie boven. Serieus, maar echt gewoon 5D, hè? Zou ik hem gewoon vragen? Nee joh, dat moet gewoon oranje. Tot de tijd. Nee, die tijd. Nee, je moet gewoon oranje. Er komen nog heel veel carbon goodies er ook op, hè? Dat is wel zo, maar nu heb je weer wat verklapt. Ja, maar ja, die aanzienje. Ja, dus de mensen die dit kijken hebben al een voorsprong, zeg maar. Super nice. Even de terugaskering nog even bekijken. Mocht je dit soort content nou echt leuk vinden, mensen, doe even een duimpje omhoog. En laat even in de reacties weten dat je dit vaak zou willen zien. Maar dit doen we dus sowieso wel. Alleen nu doen we even met de camera erbij filmen. Even kijken, even vergelijken. Nou, het lijkt er wel op, hè? Kleur is hetzelfde. Ja, hij is op Lamborghini origineel onderdeel nummer besteld. Top. Nou, wil je verkering? Wil je verkering? Past ook, hè? Dus. Dus als het goed is, ja, kunnen we de aflevering zo meteen al beginnen. We zijn nog één ding, hè? Hebben we nog. We zijn bezig met de custom achteraan, toch? Ja, van polycarbonaat. Ja, goed dat je het zegt. Want zo'n achteraan kopen is ja, best wel duur. En we zijn dus eentje aan het zelf aan het ontwikkelen met een bedrijf samen. En dit is een mal die we al binnen hebben gehad. We hebben al een paar keer wat gepast en ja, teruggebracht en weer gepast. En, maar als het goed is, het eindproduct. Alleen dit moet dan wel overgezet worden op het polycarbonaat raampje. En dat kan gewoon, dit is dan een mal die wordt uitgevreesd. Dus ja, laten we kijken hoe het past. Onze 800 Newtonmeter kofferbaksteunen. Ja, ze fungeren wel als ja, goede kofferklepopeners. Kijken. Zoiets. Ben benieuwd. Ja, nogmaals, we maken dit dus van een soort plastic, omdat het originele Lambo-raam, die wilt eigenlijk best wel regelmatig breken. Als je de auto wast bijvoorbeeld met een warme motor. Ja, dat is echt vaak voorgekomen. Dat lezen wij op het forum. En iedereen die maakt hem eigenlijk daarna van polycarbonaat. Klopt. Het enige nadeel is, niemand heeft ze voor de verkoop. En wat gaan wij doen? Je kan ze binnenkort wel eens bestellen. Inderdaad. Dus mocht je een Lambo hebben en je achternaam gaat stuk, dan hebben wij zo'n polycarbonaat raam voor je liggen. Voor weinig. Voor weinig. Inderdaad. Zo, het past wel echt goed, jongens. Ik ben super tevreden. Alleen hij loopt wel een beetje bol, zie ik. Dus, hij is nog een fractie te groot misschien. Hij is nog net iets te hoog eigenlijk. Maar eigenlijk, qua pasvorm is hij zo goed als 95% goed. Alleen ja, het is net een fractie te hoog, zie ik. Dus dan ga ik hem even doorappen. En volgens mij kan de productie gewoon gaan beginnen, jongens. Wauw, ik ben zo blij dat hij past. Kijk de binnenkant eventjes even goed bekijken. Ja, hij moet als het goed is gewoon origineel zijn. Alleen dan van plastic voor polycarbonaat. Polycarbonaat is eigenlijk een soort speciaal soort plastic. Super sterk. Antikras. Ja, je hebt verschillende soorten polycarbonaat. Krasvast, UV-bestendig, hittebestendig. En ja, degene die wij gaan gebruiken is natuurlijk de beste. Dus krasvast, UV, hitte, alles bestendig. En ja, het is nogmaals lichter dan het originele. En, hij breekt niet. Hij breekt niet. Hij gaat niet barsten of breken. En ja, als dit eenmaal werkt, jongens, dan is het helemaal top. Kijk hoe mooi randje erop zit. Dit wordt helemaal fantastisch, jongens. Ik ben zo blij. Dit is allemaal wat we eigenlijk voor een aflevering allemaal checken, jongens. Ja, dus alles klaarleggen, zodat we mooie beelden voor jullie kunnen maken. Dus er komt echt super veel bij kijken. En nogmaals, in de vorige aflevering gedaan, was gewoon 10 uur werk. En ja, mensen vonden de aflevering te kort. Ja, maar dat komt echt door de timelapse die we doen, hè. Klopt, een timelapse die versnelt hem ook heel erg. En ja, jullie zien gewoon hoeveel onderdelen uitgesteld zijn. Het moest gewoon allemaal opnieuw uitgebouwd worden. Ja, wij weten gewoon precies waar alle boutjes horen. Het is gewoon... En niet meer verbrand, dus dat is een mega voordeel. Ja, ja. Moet gewoon een daily driver worden gewoon. Niemand gaat het geloven dat wij gewoon, als je deze auto echt ziet, dat die verbrand is geweest. Want dat zie je niet terug. Nee. En we gaan ook binnenkort dus met jullie kijkers afspreken
Gaan we gewoon ergens naartoe, ergens in een park staan. En dan kunnen we met z'n allen lekker weer eens misschien barbecue of weet ik veel. Even een momentje nemen ook om jullie te bedanken. Even face-to-face te spreken, foto's te nemen. Want dat is ook waar je bij heel veel DM's over krijgt via Instagram. Wanneer kunnen we de auto het echt zien? En het lijkt ons super gaaf om gewoon een fotoshoot te doen van de auto. Dus allemaal carspotters die doen tijd DM's in onze Instagram plaatsen. Van jongens, kunnen we niet een keer langskomen? En dat wordt dan denk ik wel het juiste moment om met z'n allen even een keer af te spreken. Om gewoon, dan kan de auto ook gewoon shinen. We hebben zoveel tijd en moeite in deze auto zitten. Dat mogen jullie even een keer in het echt zo bekijken. En een keer, we gaan gewoon vet vaak met elkaar afspreken natuurlijk. Naar meetings ook, dus het wordt echt super leuk. Het wordt echt super leuk. Het wordt echt super leuk inderdaad. Ja, ik denk dat het wel genoeg gezegd is. Ja, alles dus, past, alles doet het. Ik denk dat we de aflevering wel eens te kunnen starten. Ja. Ja, we moeten dan nog een beetje afdekken daar, want ja, het ligt nog open de versnellingsbak. Ja. Zijn we nog iets vergeten? Ik ga de kachel weer aanzetten, want koelt die aardig dan. Zijn we nog iets vergeten? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Doe even een duimpje omhoog als je dit soort content nou leuk vindt. Dit is gewoon een kleine inside nieuwsje. Behind the scenes. Over wat voor dingen wij allemaal checken. En dit is nog iets eigenlijk heel kleins, hè. Want normaal gesproken moeten we nog veel meer research doen. Over dingen bestellen en constant met Polen in gesprek, met Engeland in gesprek. En dingen via eBay zoeken. Als je nou dat soort dingen ook geïnteresseerd bent hoe we dat doen, laat het even weten in de comment sectie. Want wij kunnen het eigenlijk gewoon heel simpelweg wel gewoon voor jullie filmen. Als jullie meer content willen. En uiteraard, het herstellen van zo'n auto kost gewoon enorm veel tijd. Vandaar ook dat we eigenlijk maar één keer per week zo'n grote upload kunnen doen. Eigenlijk van de Lambo. Maar... ja, want YouTube is niet onze main inkomen, hè jongens. Want wij hebben gewoon ons eigen bedrijf ernaast. We hebben onze gezinnen. Jij hebt twee kinderen. Sinds kort je tweede erbij. Dat vergt nog wel wat tijd. Ik heb een dochtertje van 1 jaar. Dus dat vergt ook veel tijd en... ja, mensen, als jullie willen dat wij gewoon constant blijven uploaden, dan moeten jullie gewoon abonneren, want... dan kunnen we echt wel gewoon onze daily job ervan maken, maar dat zit er nu nog gewoon niet in. Hoe zeg je dat? We waarderen jullie... Als kijkers en jullie doen echt jullie best en... om te commenten, te liken... precies, dat zien we ook echt. En maar het kan nog wel een stukje harder. En we proberen ook iedereen te reageren. Het is alleen super lastig nu je gewoon soms wel 150 reacties zonder een video hebt om iedereen echt te reageren. Maar we proberen het echt voor iedereen een reactie achter te laten. Dus nooit zo'n hartje of zo, weet je wel. Ja, dus super bedankt. Nogmaals, vind je deze content leuk, doe een duimpje omhoog. En we gaan de aflevering starten, want ik heb super veel zin in. We gaan de Lambo in elkaar zetten. En jullie zien ons straks weer terug met de echte aflevering. Tot dan. Ciao.